Nou, als ik fotografeer voor het Parool, bellen ze vaak enig van tevoren. Zelfs soms op de dag zelf van hoi Link, kan je nu daar en daarheen gaan? En dan appen ze mij met het adres en dan ga ik daarheen en dan maak ik foto's. En dan moet ik soms mijn computer al meenemen, omdat het voor de krant van diezelfde dag kan zijn. Dus dan moet ik ze ter plekke snel selecteren, editen en dan naar de krant toe sturen. Als ik voor fotografeer voor de Viva, dan hoor ik het vaak wel een paar weken van tevoren of een week van tevoren. En dan weet ik al eerder wat ik allemaal mee moet nemen en inpakken. Dus dat is wel een verschil met fotograferen voor de krant. Je hebt een aantal vaste opdrachtgevers. Ja. Krijg je ook ooit opdrachten van helemaal nieuwe random mensen? Of? Ja, ook wel. Of soms als iemand mij mailt met mag ik die en die foto van je overkopen. Dat was een agentschap voor acteurs die wilden mij van kan ik die en die foto overkopen. Toen mailde ik van ja, het kan. En trouwens, ik maak ook persfoto's. Dus als je nog een fotograaf zoekt, dus gelijk erop ingaan dat je weer nieuwe klussen krijgt. Ja. Dat is wel belangrijk als fotograaf of als ondernemer. Doe je daar nog meer dingen actief in? Dat netwerken en nieuwe opdrachten binnenhalen? Ja, ik probeer nu wel meer op te letten. Dus dat ik een lijstje maak met opdrachtgevers die ik interessant vind. Dat ik mijn website helemaal up-to-date heb. En dat ik 3 pdf'jes heb die ik naar een klant kan sturen. Bijvoorbeeld 1 pdf meer fashion, 1 meer documentair en 1 meer veel op artiesten gericht. Dus dat ik die al klaar heb liggen voor als een klant ernaar vraagt. En daar staat dan in, zijn foto's? Ja, dat is meer een pdf met foto's die ik heb gemaakt. Een soort klein portfolio, specifiek voor een klant. Heb je nog een soort gouden tip voor mensen die heel graag willen gaan fotograferen? Heel veel oefenen. Heel veel kijken, feedback vragen aan andere fotografen. Misschien een keer een kopje koffie doen met een fotograaf om samen naar je werk te kijken, 1 op 1. En die tips weer mee naar huis nemen en daar weer aan werken. En eigenlijk ook gewoon thuis je vrienden veel portretteren. Dus heel veel oefenen en kijken.